Oktober is voor de 20e keer christelijke kinderboekenmaand. De onderwijswethouder ontbijt vanochtend mee met de kinderen van dagopvang Bambino aan de Spuiweg. Maar eerst leest hij voor. En hij doet het heel erg leuk. Je ziet dat hij ervaring heeft met kinderen. Het is een christelijk verhaal over schaap 507. Schaap 507 heeft een nummer. En dan hoor je er niet bij, want je hoort een naam te hebben. En voor een naam moet je naar de herder, naar de goede herder, om die naam te krijgen. Maar dan dacht hij dat hij heel veel dingen moest kunnen om een naam te krijgen. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Je krijgt gewoon een naam, want je hoort er gewoon bij. En dan mag het schaap ook bij het feest horen, zoals iedere schaap erbij hoort. Bij de kudde van de herder Jezus, dat is dan de boodschap. Ja, wij vinden het wel belangrijk om het geloof ook gewoon centraal te stellen. En dat we met elkaar kijken naar het kind uniek. Heeft een naam, van wie heeft hij een naam gekregen? En we zijn heel erg dankbaar dat we een maand, een christelijke kinderboekenmaand hebben. Want christelijke kinderboeken zijn anders dan algemene. Toch wel dat het geloof centraal staat. Dus dat, Jezus wordt genoemd, God. Dat het verhaal daaraan gelinkt wordt. Dat is belangrijk. Ja, voor ons is dat belangrijk, ja. En voor de kinderen vinden het fijn om mee te geven. Voor het eten en drinken danken wij u weer. Doel is natuurlijk om ook ouders te stimuleren hun kind voor te lezen. Er is al een kinderboekenweek. Maar speciale aandacht voor christelijke boeken is ook belangrijk. Past die bij je opvoeding? Past die eigenlijk bij het beeld van je geestelijke opvoeding die je wil geven? Dan is wel van belang dat die boeken er zijn en dat het ook aandacht krijgt. Want ook voor christelijke ouders stelt, ze moeten die boeken wel voorlezen en moeten ook aangereikt krijgen. Ik ben zo blij, want ik hoor...